moeten het zo maar even hebben over Edith Schippers. Ja, nu blijkt de feite dat door dit wanbeheer van dat pensioenfonds, dat het van een van de rijkste pensioenfondsen van Nederland een van de armste pensioenfondsen van Nederland is geworden. Dat is een ronduit schandalige toestand. Het Verlossum, kunt u mij horen? Dat speelt microfoontjes. Want die maken altijd schurende geluiden. Ja. Ze vallen af. Je kunt jezelf eigenlijk niet meer bewegen. Het is helemaal niks. Maar wat wil je dan voor een ding in je hand? Ja, zoals dit. Dat vind je fijner? Ja, maar zwaar is dit, zit die lood in verwerkt. Maar in principe vind ik dit een stuk prettiger. Ja. Ik doe altijd eigenlijk alles met een handmicrofoon. Klopt, maar dan zegt de technicus. Die ja, zegt, de technicus die vindt het waardeloos. Omdat je natuurlijk zakt. Af en toe laat je hem zakken. Of je doet even zoiets dergelijks. Dat begrijp ik volkomen. Vandaar dat je bij alle opnames dan zo'n afschuwelijk ding achter je oor krijgt. Ja. Met zo'n dingetje wat dan voor je mond hangt. Ja, dat geeft natuurlijk een constant geluidsvolume. Dat begrijp ik wel. Maar het is voor de sprekers stront vervelend. Dat is waar. En bovendien heb je natuurlijk met een handmicrofoon iets in je hand. Want dan zonder handmicrofoon. Ja, dan zitten die twee armen. Die hangen daar maar een beetje overbodig te hangen. Wat moet je daarmee doen precies? Vroeger kon je dan roken. Waardoor je ook een soort verantwoorde motoriek kon vertonen. Maar ja, dat is ik rook al lang niet meer. Dus dat heb ik ook niks aan. Dus je kunt je thee vasthouden. Wat? Je thee kun je vasthouden, die drink je altijd. Nou, dat doe ik ook wel eens. Dat ik over het toneel wandel met een kopje. En je kunt geen koekje eten, want dan kun je niet spreken. Nee, dan moet je een vraag aan het publiek stellen. Kun je even je koekje eten? Nee, dat doe ik echt niet. Ik ben wel blij dat je Helmond overleefd hebt. Dat je teruggekomen bent uit Brabant. Ja, nou, het was een prima zaaltje in Helmond. Want het is een unieke zaal. Want die zaal zit in een kerk. En die kerk is eigenlijk intact. Die zouden wat ze erin hebben gezet als schouwburg kunnen ze over uithalen. Natuurlijk is het altaar ontwijd, zoals dat heet. Maar het altaar staat er nog. Laudate Deum, een merkwaardig gebouwtje eerlijk gezegd. En in die koepel daar zie je dus de discipelen. Er staan nog wat heilige beelden links en rechts. Het is, en bovendien natuurlijk een geweldige start voor een lezing met met historische inhoud natuurlijk. Omdat je uit kunt leggen. Ik vraag ook altijd, maar het is dus gewoon de tweede of de derde keer dat ik daar was. Van wie is hier nog ter kerke gegaan? En dat blijkt een vrij grote groep te zijn die ter kerke is gegaan daar. En nu komt luisteren naar een werkelijk unieke heiden. Dat ben ik. Dat is natuurlijk een vrij opmerkelijke zaak toch. En daar kan je aan ophangen. De grondige structurele verandering in een land als Nederland. Nou ja, wat is het over de laatste 50 jaar? De hele katholieke wereld die van enorme omvang was. De katholieke kerk op zich. Die natuurlijk na 1848 geheel gerenoveerd was. Allemaal nieuwe kerkgebouwen neergezet. Maar het was natuurlijk een enorme organisatie. Want je had ook katholieke weeshuizen, katholieke vakbonden, katholieke sociale organisaties. Het was een staat in de staat, om het maar zo te zeggen. En dat is natuurlijk katholieke bibliotheken. En dat hele enorme systeem is in feite in 10 jaar in elkaar gestort. Tussen 65 en 75. Ja, er zijn natuurlijk her en der wel restanten. Zogenaamde RK-ziekenhuizen hebben. Maar in feite is dat een dode wereld. En dat is natuurlijk toch een hele opmerkelijke ontwikkeling. Dat je kon je hele leven in de katholieke zuil leven. En daarvan natuurlijk het Nederlandse protestantisme is ook niks over. We hebben alleen natuurlijk nog de orthodoxe christenen. Vind je dat erg? Nee, ik vind het niet erg. Al moet ik zeggen, ja, dat is een ingewikkelde discussie. Ik was natuurlijk hartstikke blij, zoals zoveel mensen zoals ik, die zonder godsdienst zijn opgegroeid en godsdienst toch zagen als een nogal warrig systeem van kletskoek. Helemaal afgezien van misschien de boodschap van liefde en zo. Waar ze ook niet veel van terechtgebracht hebben. Maar goed, laten we dat even laten rusten. Nee, ik was dolblij dat de verzuiling in elkaar stortte. En ik had natuurlijk niet verwacht dat als de verzuiling verdwenen was, dat een deel van het electoraat
eigenlijk thuisloos zou worden. En onder omstandigheden bijvoorbeeld de populistische weg zou kiezen. Dus nu heb ik wel eens gezegd, het is een beetje een schijnheilig verhaal mijnerzijds natuurlijk, dat die verzuiling zo gek nog niet was, omdat de mensen, laten we zeggen, een soort omgeving hadden die ze bekend was. Het was een bekende wereld. Of nou meneer Pastoor een dwingende aanwezigheid was, ja of nee. Maar je kon, het Rooms-Katholicisme of het Nederlandse protestantisme was een wereld waarin je leven kon. En die is natuurlijk verdwenen, mensen. Dus we zijn in dat opzicht wel enigszins verweest geraakt. Als je althans niet van jezelf uitgesproken opvattingen had over hoe een samenleving in elkaar moet zitten. En die hadden de meeste mensen totaal niet. Waar zaten die 50% gekkies? Zaten die verspreid over alle partijen? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd, ja. Want je kunt ook niet zeggen dat, laten we zeggen, de populistische stemmers alleen maar de losers zijn aan de extreme onderkant van de samenleving. Dat is niet zo. Dus ze komen van allerlei kanten in feite. Maar ze maken een verweesde indruk. Het is duidelijk dat ze op zoek zijn naar iets, naar een soort vastigheid of naar iets wat getuigt van hun opvattingen. Nou, die opvattingen zijn weinig coherent over de hele linie. En vroeger was dat helemaal niet aan de orde. Ik denk dat ook vroeger de politieke opvattingen van de meeste mensen weinig coherent waren. Maar dat deed er niks toe, want je zat in de katholieke zuil, dus je stemde KVP. Of voor de oorlog Rooms-Katholieke Staatspartij. Ja. Dat sprak vanzelf, want op de kansel of de pastoor, of weet ik hoe dat ging in die kerken, die zei ook 2 dagen voor de verkiezingen, denkt u er wel aan dat u gaat stemmen en dat u gaat stemmen op de KVP. Bovendien waren natuurlijk de verzuilde organisaties in die zin merkwaardig, dat ze links en rechts tegelijkertijd waren. Ze vertegenwoordigden de elite, die was natuurlijk ook de leiding van zo'n partij als de KVP, maar tegelijkertijd had je een Rooms-Katholieke vakbeweging. Dus binnen die verzuilde organisaties moest je ook nog een verzoening tot stand brengen tussen, zeg maar, de maatschappelijke top aan de ene kant en een groot deel van de maatschappelijke onderkant aan de andere kant. Was Nederland uniek met die zuilen? Nee. Verzuiling kwam in tal van Europese landen voor, vooral natuurlijk daar waar meerdere geloven in een land bijeenwoonden. Je hebt natuurlijk landen die 100% katholiek waren, weet ik veel, Spanje of zo, Portugal. Maar in Duitsland heb je natuurlijk, het noorden van Duitsland was klassiek Lutheraans, of in ieder geval protestants in diverse variëteiten. En het zuiden van Duitsland was katholiek. En het Rijnland was katholiek. Adenauer was bijvoorbeeld katholiek. Maar Adenauer was zelfs zo blij dat de katholieken eigenlijk nu dominanter waren geworden in Duitsland, dat hij in feite die Noord-Duitse commissers kiest bijna. Ja. Vond het wel goed eigenlijk. Maar zie je die verzuiling niet ook bijvoorbeeld in Brazilië of in Zuid-Amerika? Dat weet ik niet. Ik weet te weinig van Zuid-Amerika. Dat zijn in het algemeen toch Rooms-Katholieke landen. En dan zijn ze nu populair, hè, die katholieke kerk. Ja, maar ik las dat toch ook. Dat is nogal betrekkelijk eigenlijk, die populariteit. Omdat natuurlijk ook vaak toch de top van de katholieke organisaties wordt gezien als medewerkend aan de elite. Maar hoe dat precies zit in Latijns-Amerika zou ik je niet durven te zeggen. Nee, welke rol? Maar ik ben dus tegenwoordig eigenlijk in twijfel over, we hebben het kind met het badwater weggegooid. We hebben ons niet gerealiseerd bij, laten we zeggen, de afbraak of de ineenstorting van het verzuilde systeem, dat het vergaande politieke consequenties zou hebben. Dus aan de ene kant ben je er blij mee, maar ja, ook niet helemaal. Ik vind natuurlijk godsdienst wel een beetje een eigenaardig fenomeen, eerlijk gezegd. Maar welk element zou je dan nog wel graag overeind hebben gehouden? Nou, het idee dat mensen ergens bij horen in de samenleving. Dat ze tot een specifieke groep horen, zonder dat die groep, dat je kunt ook zeggen, ja, dat mensen nu specifiek bij het populisme horen. Er zijn allerlei variëteiten van. Maar daar zitten toch zulke sterke anti-elementen in, ten aanzien van de overheid bijvoorbeeld, dat het weinig constructief is. Was dat bij de zuiden niet zo? Je hebt er, nou, in veel mindere mate. Omdat natuurlijk de top van de verzuilde Nederland, dat was natuurlijk de essentie van dat politieke systeem, dat die verzuilde top, dat die in feite onder elkaar de boel regelde en op consensus stuurde en Nederland bestuurde. Daar komt bij natuurlijk dat de confessionele partijen, er waren er oorspronkelijk 3, CH, AR en KVP, waarvan de KVP vanzelfsprekend verreweg de grootste was,
maar zeker de AR ook een dominante rol speelde. Die hadden een absolute meerderheid in het parlement. Vanaf het moment dat het algemeen kiesrecht in Nederland gold, dus inclusief vrouwenkiesrecht vanaf 21, hadden die een meerderheid. Die hebben ze pas verloren in 67. Dus dan zijn we al flink op weg met de, zeg toch, lichtelijk revolutionaire jaren 60. En dan verliezen ze hun meerderheid. En dan is het daarna all the way down. Ze hebben natuurlijk nog een soort herstel gehad als gevolg van de fortuin gebeuren. Maar het is nu, ja, maar ik denk aan het CDA. Dit wrakke bouwgebouwtje, dit ongelukkige, ongeverfde strandhuisje wat er nog van over is. Ja, dat is natuurlijk een tragisch restant. Het is alsof je een kasteel gaat bezoeken en alleen nog maar wat van die verbrokkelde muren op het grasveld aantreft. Dat zeg je wel met enig genoegen, of niet? Nou, aan de ene kant wel met genoegen, maar aan de andere kant met de reeds geschetste ambivalentie, dat we er weinig goeds voor in de plaats hebben gekregen. Dat is eigenlijk het hoofdprobleem. En dat natuurlijk ook de grote partijen in Nederland, het CDA, daar is überhaupt nauwelijks iets van over. De PvdA, dat is, zoals je weet, is een dwergpartijtje geworden. Die hebben zichzelf gereduceerd door de verkeerde geneesmiddelen te nemen. Alleen de VVD is er nog en, nou ja, er zijn toch tal van mensen die verwachten dat als Rutte vertrekt, dat ook de VVD, laten we zeggen, zo'n middenpartij wordt. Hè? Misschien wel 20 plus zetels in de Kamer, maar dat de kans dat ze met 40 zetels komen, en zeker niet als Schippers de boel gaat leiden, die nu langzamerhand toch wel vrij zwaar beschadigd is geraakt door haar zonderlinge bewind en pensioenbewind bij de staatsmijnen. Want dat is wel een heel, heel raar verhaal, moet ik je zeggen. Dat zijn wat je noemt Amerikaanse toestanden. Precies, hè? En jouw kwaliteitskrant, jouw geliefde kwaliteitskrant. Ja, die had daar een mooi onderzoekje naar. Leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben, wat er gebeurd is. Nou ja, het DSM, waarvan Schippers dus jarenlang na haar vertrek uit de politiek president-directeur is geweest. In ieder geval directeur Europa of zo, weet ik wat er stond. Dat had een welgevulde pensioenkas, maar heeft zich enige tijd in zwaar weer bevonden, zakelijk gezien. En is toen met die pensioenkas gaan rommelen. Ik zal de details allemaal nou niet zo uitleggen. Die kunt u zo nalezen op het internet als u dat wil. En dat heeft ertoe geleid dat ze die pensioenen voor die voormalige werknemers, die gegarandeerd waren dat ze die niet aangepast hebben aan inflatoire ontwikkelingen. Dus ze zijn niet aangepast aan de, wat bij het ABP overigens ook niet het geval was, jarenlang. Maar goed, ondertussen hebben ze de pensioenpot van een voormalige directeur wel ruim aangepast. En ja, nu blijkt de feite dat door dit wanbeheer van dat pensioenfonds, dat het van een van de rijkste pensioenfondsen van Nederland een van de armste pensioenfondsen van Nederland is geworden. Dat is een ronduit schandalige toestand. Anders kun je het niet noemen. Waarbij bovendien degene, de direct betrokkenen, in het duister zijn gehouden, doordat ze niet voldoende geïnformeerd werden over de gang van zaken. Dus die worden nu geconfronteerd met een te laag pensioen? Ja, zeker. Behalve Fijke Siebesma, de oude baas. Ja, dat is diegene die 2,2 miljoen extra in zijn pensioenpotje heeft gekregen. Wat me ook nogal ruimhartig leek, maar goed, dat zal aan mij liggen. Ja, dat is een drama. En ik weet niet of ze daarmee wegkomt met dit. Want dit is natuurlijk ontzettend beschadigend dat ze dat zo gespeeld heeft. En hoe valt Schippers dit aan te rekenen? Dat ze bijvoorbeeld wist wat er aan de hand was en dat ze het niet bekendgemaakt was. Zij wist dat van een de documenten. Een aantal centrale documenten heeft ze onder de pet gehouden, zoals dat zo treffend heet. Nou ja, als je het leest, het hele verhaal, het is een heel beschamende vertoning. Waarom ze dat in godsnaam zo gespeeld heeft, mag Joost weten. Heeft gereageerd. Waarom mensen altijd weer denken dat ze met dit soort van semi-legale oplichterij weg kunnen komen, ik zou het niet weten. Ze heeft een berichtje op LinkedIn gezet en ze zegt, wellicht hebben jullie het NRC-artikel gelezen en roept dat vragen op. En dan zegt ze, ik vind transparantie erg belangrijk. Ja, altijd te laat. En dan zegt ze, dat is ook de reden waarom de gegevens waarnaar NRC verwijst destijds zijn gedeeld met de Raad van Toezicht van PDN, met het verantwoordingsorgaan van PDN en met de werkgever DSM en de vakbonden en met de vereniging van DSM gepensioneerden, met DSM Next, kortom met alle stakeholders van PDN. In de statements op de website van DSM en PDN kun je de feiten nog eens rustig nalezen.
Waarmee ze dus zegt, het was wel bekend eigenlijk. Nee, nou ja, uit het artikel wordt eigenlijk vrij overtuigend aangetoond dat ze het meest wezenlijke document onder de pet gehouden heeft. Het blijft natuurlijk ontzettend gek dat de omgang met dat pensioenfonds, dat ze met hun fikken af moeten blijven. Dat is ook een beetje een Amerikaanse praktijk, dat als het je wat minder gaat, dan ga je gewoon schep uit de pensioenpot. Dan moet erbij gezegd worden dat we in de jaren 90 dachten dat de bomen de hemel ingroeiden en dat er überhaupt op vrij aanzienlijke schaal uit de pensioenpotten geschept is. Of dat tijdelijk, geloof ik, de pensioenafdrachten gestaakt zijn. Ja, wanbeheer. En onvoldoende ideeën van hoe belangrijk pensioenen zijn. En dat je zekerheid aan mensen belooft. En dan moet je die zekerheid ook bieden. En dat, nou ja, daar zijn ze hier lelijk tekortgeschoten. Dan kijk naar de bedragen die genoemd worden. Dat ligt er niet om. En hoe schadelijk is dit voor haar persoonlijk? Zeer schadelijk, zou ik zeggen. Ik zelf, voor zover ik dat stuk heb gelezen. Ja, je zou natuurlijk haar berichtgeving heb ik natuurlijk niet gelezen. Dat spreekt. Al denk ik dat de NRC zal toch wel met haar gebeld hebben. Zeg, we komen eraan met een stuk. Kun je eens kijken wat je ervan vindt. En kennelijk geen dringende noodzaak hebben gezien om te zeggen, nou, misschien zijn we wel een beetje streng geweest. Nee, het is een streng stuk. Ik denk dat ze daar moeilijk mee wegkomt en dat het een enorme smet op haar blazoen is. Want zij is natuurlijk het gezicht van de VVD nu richting de verkiezingen. Dus denk je dat kiezers haar dit kwalijk gaan nemen? Nou ja, je weet hoe kiezers zijn. Hè? De modale kiezer, ik heb het vaak genoeg gezegd, heeft het geheugen van een renaal. Dus dat zal zeker deze week. En bovendien is de vraag hoeveel kiezers de kwaliteitskrant lezen. Laat staan een enorm lang stuk in de kwaliteitskrant. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar ik neem aan dat er ook in de, laten we zeggen, de talkshows en dat soort van kanalen aandacht aan zal worden besteed. Je weet, ik ben nooit een kampioen van schippers geweest. Dus, nou, nogmaals, de opvolging van Rutte is hiermee in ieder geval een nog weer veel onzekerder zaak geworden dan die al was, denk ik. Niet voor niks moeten we ineens horen dat die Jezil Gus, of hoe je dat uitspreekt, zo geweldig leuk doet en nou ja, misschien ook wel een potentiële opvolger is. Maar ja, die is natuurlijk veel recenter in de hoogste kringen binnengestroomd. Mijn indruk is dat Rutte zelf helemaal niet opgevolgd zal worden. Die gaat nu voor het record van dingetje in Duitsland. Merkel. Ja. Ja. Dat is 16 jaar, dus dan kan hij er weer 4 jaar aan plakken. Ja. Het is natuurlijk wel zoals je ik weet niet of ik het nog bij leven zal meemaken dat we een andere minister-president krijgen. Het is natuurlijk wel zo, als jij mee zou gaan doen aan de verkiezingen, gaan journalisten natuurlijk graven om te kijken of ze iets vinden. Dus dat is bij Schippers natuurlijk ook gebeurd. Ze zijn natuurlijk gaan zoeken. Ik weet niet of dat zo gelopen is. Ik heb geen idee hoe deze zaak naar boven geborreld is. Maar ik begreep dat er al eerder door allerlei belanghebbenden geprotesteerd was. Hmm. Die hebben deels individueel geprotesteerd. Nou ja, lees het stuk, zou ik zeggen. Maar ook, ja, men begon wel aan te voelen dat er nattigheid was. Nog even over die verzuiling. Hè? Denk je dat de pastoors met losse handjes ook een rol hebben gespeeld in het minder populair worden? Nee, niet zo. Dat denk ik niet. Dat is eigenlijk pas later, toen de zaak al ingestort was, is dat een hot issue geworden. Waar natuurlijk ook het Vaticaan, of in ieder geval de Rooms-Katholieke Kerk, is een van de weinige godsdiensten natuurlijk die centraal geleid wordt door een centrale bureaucratie, in casu het Vaticaan. Die hebben daar natuurlijk enorm onjuist op gereageerd. Ja. Die hadden veel sneller moeten zijn van, ja jongens, het is treurig enzovoort. Maar het blijkt ook uit alles dat men alle denkbare moeite heeft gedaan om die boel te verdonkeren, manen uit te stellen, de pastoors over te plaatsen die zulke dingen hadden gedaan. Die begonnen dan op een nieuwe locatie gewoon weer met die praktijken. Nou, een van de grote problemen natuurlijk, het christendom is een godsdienst van liefde, horen wij altijd. En de praktijk daarvan is van een ongekende liefdeloosheid vaak. Niet altijd, maar vaak wel. Ik denk dat dit verhaal wel in Helmond in de smaak viel, of niet? Ja, ik ben niet zo heel ver gegaan met mijn. Ik heb het eigenlijk meer gehad over het feit dat je ziet dat was eigenlijk mijn hoofdpunt. Dat Nederland 50 jaar geleden, moet even goed rekenen, dan zitten we al in de jaren 70. Dus laten we er maar 70 jaar geleden van maken. Een totaal ander land was, wat fundamenteel ook anders in elkaar zat dan het nu in elkaar zit.
En dat je ziet dat hoe snel eigenlijk zulke ingrijpende historische processen kunnen verlopen. Wat natuurlijk in het geval van Nederland in het bijzonder gerelateerd is aan de enorme snelle welvaartsstijging na de Tweede Wereldoorlog. Omdat die welvaartsstijging natuurlijk een reeks van effecten heeft op tal van terreinen. Je kunt met name natuurlijk scholing. Ja, neem zo'n Brabants dorp. Ja, nou is Helmond geen dorp, want het heeft geloof 90.000 inwoners. Maar neem maar wat kleiner. Waar de dominee, nee natuurlijk de pastoren, de dokter en de notaris de lakens uitdeelden sinds mensenheugenis. En nu plotseling allerlei kinderen die vroeger eigenlijk aan het eind van de lagere school magazijnchef werden. Die gaan nu naar een middelbare school. Sterker nog, na een middelbare school gaan ze studeren. En liefst natuurlijk op een plek zo ver mogelijk weg van het, ik wou zeggen achterlijke, de Brabantse dorp. Maar dat is ook niet een achterlijkheid, het was een andere wereld. Ja, en dat is natuurlijk een Rooms-Katholieke jongen die niet al te stom is in Amsterdam gaat studeren. Dan is de kans dat hij een gelovige, een geheide katholiek blijft, die is buitengewoon klein. Heel erg klein. Dus voor heel veel mensen, en met name afkomstig uit de midden- en de lagere middenklasse, start een enorm emancipatoor proces. En ja, dat leidt er vanzelf toe dat ze minder godsdienstig worden. Van de Rooms-Katholieke Kerk is vrijwel niks over. Vind je niet dat we nu nieuwe zuilen hebben in de vorm van bubbels? De Forum voor Democratie-bubbel? Nee, dat stelt niks voor. Ik weet niet of je dat stukje hebt gelezen, ook in de kwaliteitskrant over die school van Forum voor Democratie. Dat is wel een... Er stond ook een fotootje bij. Ik geloof dat ze nu 2 leerlingen hadden of zo. Het is van gewoon een diepe droevigheid. Dat is echt... Ik begrijp best waarom Thierry op dit idee is gekomen. Omdat hij natuurlijk ook wel zijn boek heeft gelezen. Dus ah, weet je wat ik doe? Ik maak een nieuwe zuil. En met al die, wat ik al zei, daar zit dat hele terrein van die organisaties tussen top en onderkant zit daar dus in. Sociale organisaties, zorgende organisaties, een soort van vakbond. Je kunt er je van alles bij bedenken. Alleen ja, daar is de club veel te klein voor. Of de BBB-bubbel met de BBB-mevrouw. Ja, goed, dat wat je zegt, het woord bubbel is denk ik goed op zijn plaats. Het is maar even afwachten. Niet waar hoe lang dat allemaal gaat duren. Vergeet niet dat Forum natuurlijk bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen tijdelijk de grootste partij van Nederland was. Ja. De opkomst is natuurlijk bij dergelijke verkiezingen van een heel andere soort dan de opkomst bij normale parlementsverkiezingen. Wat ook enorm vertekenend werkt. Maar er is natuurlijk heel veel onvrede. En als we dan een keer kunnen stemmen, dan zie je het wel, denk ik, bij dit soort verkiezingen. Het valt met die onvrede ontzettend mee. Maar in sommige groepen is sprake van agressieve onvrede. Bijvoorbeeld in plattelandsgemeenten natuurlijk. Vanwege de agrarische problematiek. De onvrede, als je kijkt naar opinieonderzoek, is 80% van de Nederlandse bevolking min of meer tevreden over de gang van zaken. Heel begrijpelijk, Nederland is een schatrijk land. Het is niet zo dat we hier met onze vingers aan de rand van de afgrond hangen. En voor zover we problemen hebben, crises, zijn die voornamelijk, zoals we vaak besproken hebben, georganiseerd door de overheid zelf. Dat nu de Belastingdienst is, de toeslagenaffaire of Groningen, of nou ja, het hele bekende toneelstuk wat Rutte georganiseerd heeft. Dat blijft natuurlijk het gekke dat die toch wat betreft de onschendbaarheid, dan moet je dat zeggen, een beetje een teflon politicus is. Ik was van de week bij de staat van de uitvoering. Weet je wat dat is? Nee. Dat is een bijeenkomst waarbij dus de overheid door een onafhankelijk adviesorgaan eigenlijk aangereikt krijgt van hey, er gaat heel veel goed, maar er zijn ook een aantal cruciale punten, daar gaat het gigantisch mis. En met de beleidsmakers, met de uitvoerende partijen en met politici en bestuurders gaan we kijken hoe kunnen we het nou beter maken. Lees de toeslagen, het toeslagenschandaal. Er waren dus een aantal aanbevelingen was daar gedaan. En dat werd uitgereikt aan Vera Bergkamp. En die nam dat dus mee naar de Tweede Kamer. Waar dus echt in stond van zo moeten wij dit beter gaan doen. Ja, geloofde iemand dat het ook gaat gebeuren? Of, Er was al iemand daarbij die zei je moet eens aan Maarten vragen wat hij hiervan vindt. Maar die zal wel weer denken dit is het zoveelste rapport wat in de la verdwijnt met stof erop. Dat is wat ik ervan denk. Dat sentiment hing daar niet, moet ik zeggen. Nu waren dat wel allemaal mensen uit het Haagse die daarbij waren. Het zijn allemaal situaties waarin in feite uitvoerende organen van de overheid keihard zijn aangepakt door de overheid zelf. Op basis van nou ja, die hele ideologie, digitalisering, zelfredzaamheid. Het kon allemaal veel sneller, beter, goedkoper
efficiënter, moderner. Met als gevolg dat, nou ja, neem de Belastingdienst, wat resteert in een ruïne. Ja, iedereen kan lezen in de krant dat hij de kans dat zijn belastingopgave, dat die serieus gecontroleerd wordt, dat die 0,0 is. Het is nou dat ik zo'n door en door eerlijke persoon ben, waardoor ik elk jaar die hele rommel van al die lezingen opgeef aan de belastinginspecteur. Maar je vraagt je wel eens af hoeveel zin het eigenlijk heeft. Ik lees in de krant dat ze feitelijk nauwelijks mankracht hebben om dat te controleren zoals dat zou moeten gebeuren. En we zien, nou ja, daar neemt de toeslagenaffaire, waar we nu tot onze verrassing moeten lezen dat het maar de vraag is voordat het, of het voor 2030 in orde is gekomen. Dat je begint te denken, hoe is dit mogelijk? Zet er dan, weet ik veel, zet er een taskforce op. Ik wil recruteer mensen die gewoon, laten we zeggen, buitenom die chaos kunnen passeren. Die ze er zelf van. Want dat is de paradox. Het is niet dat we door de hemel zijn getroffen. Het is niet dat de bliksem is ingeslagen. Het is niet dat het land overstroomd is geraakt. Nee, het is het gevolg van concreet gewenst overheidsbeleid, goedgekeurd door het parlement. Maar om dat te ontvlechten, dat is de tragiek. Het ontvlechten is natuurlijk heel moeilijk om dat te doen, Maarten. Dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Nee, daarom zeg ik, doe dan maar een taskforce. Ik bedoel, als het kennelijk zo'n zootje is dat je het niet op orde kunt krijgen. Maar dat in die mini-enquête die over die toeslagenaffaire gehouden is, dat de ambtelijke top gewoon heeft zitten liegen dat het gedrukt staat. Ja, wat mij betreft worden ze ook volkomen terecht vervolgd en ik hoop dat ze hard aangepakt worden. Dat is toch verbijsterend, of niet? Wat moet je dan denken als eenvoudige burger van je landsbestuur? Dat betekent nog niet dat heel Nederland een puinhoop is, maar daar waar specifiek beleid is gevoerd op grond van ideologische overwegingen van goedkoper digitale. Nou ja, komen we weer terug op die hele. Neem maar dat die kletskoek dat Nederland klaar moest worden gemaakt voor de 21ste eeuw. Nou, dat hebben we gemerkt. Hè? Jongen. Hè? Klaargemaakt om te gaan kamperen. Hè? Alles niets klopt. Hè? Het zeildoek is lek. De haringen zijn verbogen. Het is ongelooflijk werkelijk. Nee, ik vind het eigenlijk ook dat ze dat die leiders zo ongelooflijk hebben zitten liegen. Dat vind ik toch wel echt heel erg. Maar hoe lees jij die situatie? Waarom hebben ze gelogen, denk jij? God, okay. Ik neem aan op voordracht van van het kabinet zelf. Of van iemand moet tegen ze hebben gezegd, joh, vertel nou maar niet hoe het werkelijk in elkaar zit. Want het is veel te pijnlijk. Of ze hebben zelf gedacht, we komen er wel mee weg. Maar ja, laatst, we hebben het al over gehad. Laatst was die mevrouw, dus die juriste, die zei van ja, wat we aan het doen zijn is volkomen krankzinnig, daar moeten we mee stoppen. En dat daar dus niets mee gedaan is. Allemaal vanwege die hysterie die ontstaan was door de Bulgare fraude. Mm-hmm. Maar ook de toenmalige ombudsman, Brenninkmeijer, heeft ook een rapport geschreven. Mensen, dit, we moeten hiermee stoppen. Mm-hmm. Dit is een soort telegraafhysterie waar we niks aan hebben, beleidsmatig. Maar jij denkt dus ze liegen om eigenlijk hun eigen situatie te redden? Ja, dat denk ik wel, ja. En daarmee wordt het geheel, het maatschappelijk belang, niet geholpen? Absoluut niet. Nee. Op een reeks van terreinen moet je zeggen dat door concreet overheidsbeleid, wat in feite, laten we dat er vooral bij zeggen, goedgekeurd is door de Tweede Kamer, of althans door de meerderheid die de regerende coalitie daar had, niet waar, zelf gecreëerd is. Neem de rechterlijke macht. Die idiote reorganisatie waar die lui wanhopig tegen geprotesteerd hebben. Ze gingen nog allemaal demonstreren in die soepjurken. Ja. Het is toch gebeurd. En nu moest er ineens 150 miljoen extra ingepompt worden. Omdat er in feite een regelrechte noodsituatie ontstaan was. Ja. Hebben we zelf georganiseerd. De man van de rechtsbescherming. Die kluns van een Sander Dekker of hoe heet die? Ik heb vorig jaar bij de Belastingdienst zo'n talkshow gedaan. En daar was dus de top, maar daar waren ook medewerkers. Die en omschreven dus wat ze dus dagelijks meemaken. En die hebben dus dagelijks mensen aan de lijn die dus bellen. En dan zijn ze eerst een kwartier zijn ze in gesprek met woede temperen. Want die mensen ja, zijn ontzettend boos. Is voor die medewerkers natuurlijk, die kunnen er ook niks aan doen. Die doen die medewerkers kunnen er niks aan doen. Dit is allemaal beleid wat van boven kwam. Moest allemaal anders en beter. Met als gevolg dat. Ja. Maar nou moet ik zeggen dat het de Belastingdienst, ik heb lang, lang geleden heb ik mijn eerste 2, 3 belastingopgaven zelf ingevuld. En toen heb ik, omdat ik sommige dingen niet begreep, geprobeerd te bellen met hier de
Belastinginspectie in Utrecht. Dat speelt zich af in de eerste helft van de jaren 70. Daar was niet te bellen. Je krijgt nooit iemand aan de lijn. Van altijd tuut, 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 tuut. De overheid is natuurlijk, heeft zich in grote mate onbereikbaar gemaakt. Zeker als het gaat om telefoonverkeer. Ze zeggen toch nog wel eens, ja, als u WhatsAppt, wordt er wel gereageerd. Dan is dat voor God vergeten, flauwekul zeg. Dat is echt toch te gek voor woorden. Nee, dat is de overheid heeft echt... ik hoop ook dat die enquêtes die nog moeten komen natuurlijk... die komen... ik ben benieuwd wanneer dat allemaal start. Die zijn waarschijnlijk al toch al in voorbereiding. Daar moet wel eens heel scherp licht op gezet worden... op wat de overheid verkeerd heeft gedaan. Wat niet nodig was geweest, dat is het. Het was niet nodig. We hadden helemaal niet een grote, dure overheid waar laten we zeggen, het geld weglekt of zo. Dat was helemaal niet zo. Het is gewoon het was een neoliberaal ideetje. Waarom krijgen we het dan niet opgelost, denk jij? Omdat de organen die dat nieuwe beleid moesten voeren, die zijn in chaos achtergebleven. Denk aan die arme Belastingdienst. Als die dienst natuurlijk een ruïne is, wat het geval schijnt te zijn, dan begrijp je ook wel dat het lastig is om de gerezen problemen op te lossen. Ja, je kunt moeilijk ook de hele dienst gewoon wegorganiseren en een nieuwe dienst beginnen. Ja, je moet ook oppassen dat je dus niet van die Italiaanse toestanden krijgt, waarbij die hadden ooit een ministerie wat de bedoeling had om de andere ministeries efficiënter te laten functioneren. Je begrijpt hoe dit afgelopen is, dat ministerie dat moest doen, is onwaarschijnlijk sterk gegroeid en nu het minst besturende ministerie wat er is. Ja, dus daar moet je weer even mee oppassen met al. Maar ik zou het niet weten, het zal straf aangepakt moeten worden. En ik heb helemaal niet de indruk, sorry, kan zijn dat ik niet goed lees of zo, of het niet voldoende volg, dat hier werkelijk serieus ook iets aan wordt gedaan met een perspectief dat het opgelost gaat worden. Neem Groningen. Maar daarom is die staat van de uitvoering er dus. Om te kijken van hoe staat het er nou voor en hoe kunnen we het beter. Ja, dat is hartstikke fijn. Dus ik begrijp dat ze nu een rapport hebben gepubliceerd. Zal ik je het linkje sturen? Dan kun je dit maar je hebt op een reeks van terreinen speelt dit probleem. Het is niet alleen maar dit of dat. Het is niet alleen maar het probleem van de hekjes van de voortuin in de Franse Halstraat. Het zijn serieuze bestuurlijke problemen. En ja, het doet mij pijn dat we het gewoon zelf georganiseerd hebben. Dat we het democratisch in de soep hebben laten lopen. Dat is toch diep droevig. En dat Rutte daar nog zit en dan met dat idee van dat geweldige land van ons. Ja, als er nou iemand schade heeft berokkend aan dat geweldige land van ons, dan is het wel Rutte met zijn ideeën. Maar is dat natuurlijk niet de enige... Overigens de coalities, natuurlijk. Precies. Het is niet een persoonlijke zaak, daar gaat het ook niet om. Nee. Het is wel de bedoeling dat ze dus eens in de zoveel tijd met zo'n rapport komen, met zo'n staat, om te zeggen van, hey, dit is de actuele status van het land. En helpt dat wat? Zullen we afspreken over precies een jaar? Zullen we deze zaak weer bespreken? Dan kijken we of er alleen maar een begin gemaakt is met reparatie. Hè? Ja, Hanke Bruinslot was erbij als minister en Schouten. En nou ja, die waren toch wel positief over dat dit er nu is en dat hiermee aan de slag gegaan kan worden. Nou ja, ik was heel verbaasd over die minister die bij Op1 toch een beetje suggereerde, dat ze ook wel begreep. Ja. Dat er een reeks van problemen waren, dat we nu een andere koers moeten gaan varen. Begreep ik nou dat je vanavond weer bij de talkshow zit? Ja, bij Renze. Voor de uitleg van het geschiedenisonderwerp? Ja, ze vroegen of ik niet, aangezien ik bij Op1 niet voldoende aan het woord was geweest, of ik bij hen niet wou uitleggen. Die hebben ook weer geweldige beloftes gedaan. Dus we zullen zien hoe het afloopt. Ben je niet bang dat ze dan daar ook weer je afkomen? Ja, die kans is bestaat bij de talkshows altijd. En dat heeft natuurlijk te maken met de kortsluiting tussen de redactie en de presentatie. Hoe lang heb je de tijd hier? Zij zei 12 minuten. Dus we zullen het zien. Maar ik timen. Misschien kun jij thuis even op de chronometer kijken of het wel een beetje uitkomt. Had je nog de ideeën gezien, want je deed een oproep eigenlijk aan luisteraars van hoe kan ik het een beetje dicht timmeren? Heb je nog gezien wat mensen instuurden? Ze zeiden je moet met een boeteclausule gaan werken. Ja, nee, ze hadden allerlei ingewikkelde constructies die ik natuurlijk niet kan toepassen. Nee, er waren er ook wel een paar bij, zeiden waarom doe je het in godsnaam nog?
Als je toch niet aan het woord komt. Ik vond ook wel een mooie, die zei de Maarten, je moet gewoon je eigen talkshow beginnen. Ja, dat is heel fijn, maar daar heb ik wel een zendgemachtigde voor nodig om dat te doen. Ik weet ook niet of ik zo geschikt zou zijn voor een talkshow, omdat ik natuurlijk vaak vind dat ik het moet zeggen. Ja, maar dat is denk ik ook het idee wat die mensen bedoelen, dat je gewoon daar zelf een uur gaat zitten praten op een stoel. Dat is wat ik hier doe in feite. Ja, maar dan nog. Ik zit op een stoel en ik praat een uur of meer dan een uur. En dan wordt er, zoals je weet, prima naar geluisterd. Ja. Het was gisteren in Helmond ook, was het weer uitverkocht. En ik heb zelf het gevoel dat iets met de podcast te maken heeft. Was de ik weet niet of dat of zo is, want het, ja, hoe moet je dat in godsnaam onderzoeken? Maar nou, we kunnen het mensen vragen. Dat was mijn indruk in ieder geval. Was de vrachtwagenchauffeur er ook nog? De vrachtwagenchauffeur? Nee, volgens mij. Althans, hij heeft me niet aangesproken. Oké, er was een meneer die stuurde een berichtje van ik luister altijd in de vrachtwagen en ik kom ook naar Helmond. Oh, nou, hij zal er geweest. Nou ja, daar zaten 430 mensen of zo. Dus, ja. Dat is netjes inderdaad, ja. Oké, tot zover deze podcast. Vond je het leuk? Dan kun je abonneren. Dat doe je door te klikken op het abonneerknopje in jouw podcast app. En dat is heel fijn, want dan krijg je vanzelf weer een melding als wij een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En nu komt luisteren naar een werkelijk unieke heiden. Dat ben ik. Ik heb altijd gedacht dat mocht het ooit tot een kernoorlog komen, dan doe je er verstandig aan om jezelf ervoor te zorgen dat je binnen een uur dood bent na het begin van de kernoorlog. In een van de laatste podcasts heeft Maarten het gehad over de atoombom. Als je daar meer over wilt weten, luister dan naar het luisterboek Kernwapens. Je vindt het via de link in de show notes. Alles wat daarna komt zal gruwelijk zijn. Het World Economic Forum in Davos is bezig en daar is veel kritiek op. Ali Nignam van Bunk die was er vorig jaar bij. Ik spreek hem in de podcast Sea Level. Het gesprek hoor je via de link in de show notes.